Lieve kijkers en luisteraars van De Eerste de Beste, de podcast over de keukenkampioendivisie. Daar zijn we weer, Joop Buit, Ferry de Bond en mijn eigen persoontje. Ik zie die bijna vaker dan mijn eigen vrouw, joh, tegenwoordig. Het is niet normaal, hè? Het is bizar, hè? Toch? Ja. Ja, weet je, wij hadden het even voor de uitzending erover. Het zijn tropenweken voor ons, jongens. En ja. we geven maar. Maar ik denk dat wij na de play-offs... Zijn we leeg. Zitten we helemaal kapot. Ja. Ik denk dat we echt in een grote depressie gaan schieten, gewoon. Dat we dan gewoon 2 maanden lang alleen maar op de bank liggen. Ja, mijmeren. En dan moeten we maar kijken. Ik ga denk even naar Ibiza of zo. En dan met de selectie van RKC. En die waren ja, lekker zeker. Ja, gezellig, hè? Ja, die ik vond van Club Brugge ook mooi. Heb je dat ook gezien? Nee. Ja, ze zat allemaal op een boot, toch? Ja, en die hebben nog een speelronde te gaan. Oh ja, dat klopt. En ja. Toen hadden ze, maar die tegenstander die heeft nog belangen of zo. Dus toen had iemand gezegd, ja, we hopen wel dat Club Brugge een sportieve plicht doen. Ja, die lagen met z'n allen laten op een bootje. Volgens mij had Schreuder ook gezegd, ja, we gaan echt nog wel met de focus naar die wedstrijd toe. Al die gasten op Ibiza. Hoppakee. Lekker man. Sarah van Soede erbij. Hoppakee. Was die erbij? Nee, die was er niet bij. Maar die is wel weer op Ibiza, zag ik op Instagram. Oké. Okay. Maar het is helemaal klaar, hè, met Dre. Het is klaar. Dre is terug bij Mo. Zijn ook andere... Ja, ik volg het bijna niet meer. Het gaat zo snel allemaal. Want volgens mij heeft André nu dus weer bonje met Mo. Let op, ja, want ik weet het allemaal. Dat is heel erg. Monique... Die heeft dus... Ik zie mijn pa ineens. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Hij is aan het kruipen door de studio. Dus dan is het niet heel gek dat ik even ben afgeleid, mensen. Wat ben je aan het doen, ouwe? We moeten doorlullen. We moeten door. Ik weet dat hij vakantie helemaal heeft, maar drinkt hij zoveel over daar ook niet? Ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Monique, die heeft dus paparazzi uitgenodigd naar Amerika... om foto's van hun te maken... zonder de medeweten van André Hazes junior. Ja. Dus André Hazes junior is daar weer dus niet altijd blij mee. Het is één grote band. Dus volgens mij is het nu dus weer uit. Maar het zou zomaar morgen weer totaal anders kunnen zijn natuurlijk. Het gaat alle kanten op. Maar wat moeten een wij, verhaal is dit, moeten joh. Moeten wij André niet eens een keer uitnodigen hier? Hij lijkt me echt een gezellige gozer. Dat denk ik ook wel. Ik zie hem een beetje... Ik kan best wel voetbal lullen. Denk ik ook ja, wel. Ja, 100%. Want ik zie hem wel een beetje als een goede vriend van mij. Want ik volg die gozer echt al een jaar op de voet, hè? Ja, nee, 100%. Voor jullie, voor de luisteraar, de kijker. Ja. Maar over het algemeen hebben we wel zonen van volkszangers... hebben er weinig kijk op, toch? Normaal. Zoals een vogeltje. Hij is onze collega, toch? Ja. Die moet wel een keer een biertje komen doen. Lijkt me een hele leuke goos, dat meen ik echt. Absoluut. Ja. Nul hits. Net als mij. Oh. Samen 0 hits. Komt die zo bescheiden. Moeten we het nog even hebben over het vertrouwen in het land... En vooral van de minister-president zelf. Die vindt, Mark Rutte vindt nu... Ja, jongens, het is alleen maar wantrouwen wat jullie doen. Ik ga wat anders doen als jullie geen vertrouwen in me hebben, zei hij. Nou, doe het alsjeblieft. Meneer Mark Rutte, ik zeg het je heel eerlijk. Mijn vertrouwen in de politiek is echt tot een nulpunt gedaald. Ja. Dus ja, Mark, je mag weg. Wij hebben geen vertrouwen meer in je grote vriend. Maar het is toch... Ja, de man die had... Heeft dus allemaal ook wel belangrijke sms'jes gewoon verwijderd. Kijk, nu ben je niet een of andere Jan Pipo de lul, hè. Je bent de leider van het land. Dat mag gewoon niet gebeuren. Dat zijn gewoon reinste maffiapraktijken. Maar hij kan gewoon, voor mij kan hij nu dus... Ik ga een beetje overdrijven voor mensen. Ja, wel. In een rijtje Holleder, Taggi, Rutte. Zo. Zet ik hem gewoon even tussen. Okay. Nee, maar ik vind het echt maffia. Daar zou Taggi niet blij mee zijn. Ik vind het vooral bizar. Kijk, ik heb ook nog ooit een keer op hem gestemd. Kan je nagaan ook nog een keer. Zo. Maar wel een paar keer volgens mij, hè? Nee, één keer. Okay. Maar ik moet je zeggen, wat ik vooral heel bijzonder vind. Ik heb een beetje het idee dat hij doet zich nu een beetje voor als een sukkel. Hè? Het begon allemaal al laatst met die speech voor dat Oekraïense parlement. Die man spreekt hartstikke goed Engels. En die sprak in één keer een partij houtkool-Engels. Dat was... Of houtkool? Ja, maak het uit. Steenkool-Engels. Maar dat was niet normaal. Maar ik heb alleen maar het idee... Hij doet het om het af te leiden van waar het daadwerkelijk om gaat. Dus dit hele gelul van... Ik kan maar 20 sms'jes bewaren. Maar dan ben je dus minister-president... En dan heb je een telefoon die maar 20 sms'jes kan hebben. Jongens, maar je hebt 3 telefoons, hè? Onprofessioneel is het allemaal. Het kan gewoon niet. Ik vind het echt een schande. Kijk, jullie geven allemaal af nu op Mark Rutte. En ik snap dat wel, hè, politiek gezien. Mm-hmm. Maar Mark Rutte heeft gewoon bij...
NAC Willem II de hele wedstrijd met een NAC-sjaal boven zijn hoofd hangen. Dus die man kan bij mij niet meer stuk op. Jij bent fan, hè? Jij bent fan. Tuurlijk. Nee, maar en dat hij eens een keer een sms'je verwijdert. Ja, en dat hij eens een keer 1100 kinderen uit huis laat plaatsen. Ja, dat overkomt de beste. Dat kan toch, ja. Ik vind het grof. Nou ja, we maken een leuk onzin podcastje over voetbal, precies. Jongens. Moeten we nog even iets over de Europa League finale? Jammer voor Gio. Ja, hij zag er wel goed uit, man. Hey. Gio. Ja, mooi jasje aan. Knappe vent. Ik zag hem op een gegeven moment zo op beeld met al die gekke schotten daarachter. Ja, ja. In dat mooie blauw van ze. Ja, ik vond het wel echt een mooi zwerschot gewoon. Meer zwerschot was het. Ja. Schot ook? Ja, maar, ja, schot was is het expres toch? Shot. Nee, eigenlijk niet. Gewoon het gewoon maar dit is wel waar het... Ik vind dit echt, ja, serieus, meen ik oprecht. Geweldige de wedstrijd sfeer. Niet hoor, maar ik vind het echt mooier dan Champions League finale. Ja? Ja, maar door de clubs dan. Het was wel echt een voetbalsfeer. De tribunes pelden uit en zo, dat het stadion nog 4 keer kunnen uitverkopen. Mooi stadion, hè, van Sevilla. Ja, ja, ik heb ooit Aten Mos zien twitteren, vond ik al een mooi woord. Dat staat over het stadion van Sevilla. Heksengedel? Een voetbalbak, zei hij. Dat is nou echt een voetbalbak. Ja, oké. Ja, dat vond ik echt een mooie. Dat heb ik altijd onthouden, want dat is het ook echt, hè? Ja, een voetbalbak. Een voetbalbak, schitterend. Ja, maar mooie sfeer. Die gasten van Eintracht ook mooie sfeeracties. Heb je ervan genoten? Daar geniet ik van, hoor. Ja, daar gaat het wel een beetje stijgen hoor, als ik op de bank zit. Ja, ja, zeker weten. Hey, Eintracht Frankfurt. Ja, dan lekker springen met z'n allen. Ik ben ooit naar FC Köln tegen Eintracht Frankfurt gegaan. Maar toen zat ik dus in het uitvak van Eintracht Frankfurt. Vriend van mij, Mark Vos, Den Haag supporter ook. Die gaat dus heel vaak naar Eintracht toe. Mm-hmm. Vindt hij een mooie club. Ja, die sfeer bij die gasten, dat is wel echt top hoor. Gewoon echt met twee grote uitvakken. Bom en bom vol. Kapootje. Kapootje erbij. 90 minuten lang zingen. Megafoon? Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik kan nou wel heel veel ja zeggen, maar dat weet ik niet meer. Oké. Ja, maar ik weet wel, die gasten maken er wel echt een mooie sfeer van. Ja. Want wij stonden al een beetje zo met een klein biertje zo een beetje voor dat stadion te hangen. Toen zag je ineens zo die supportersgroep daar aankomen. Ik denk wel 200 man als één blok super snel naar het stadion erin. Dat was wel een kikker gezicht. Ja. Beetje beangstigend ook natuurlijk, maar ik heb ook zelf ook in het uitvak gezet. Dat was voor een bekerwedstrijd tegen een amateurclub. Dat was dan een beetje aan de grens, zeg maar. Dat was voor ons 2,5 uur rijden. En we waren een beetje naïef, dus wij komen er inderdaad aan. En wij komen best wel in een drukke menigte terecht. En echt op zijn Duits, weet je, allemaal flessen bier. Ja. En dan die dan allemaal verzameld werden door zwervers. En wij gaan het stadion in. En toen beseften wij pas dat wij bij Eintracht Frankfurt stonden in het uitvak. Maar dat was gewoon zeg maar de helft van het stadion. En dat was gewoon een amateurclub waar ze tegen moesten. Dus die konden alleen de hoofdtribune vullen. En wij zaten met die van Eintracht Frankfurt. Ja, heerlijk. Mooi, hè? Mooi. Ja, die gasten weten ook een lekker sfeertje te maken. Zo, zeker. Absoluut. Ook een lekker sfeertje. In Den Haag. Ja. Toch? Ja, dacht het wel. Ja, we gaan het er nu over hebben. Ja, we gaan nu even naar ADO-Eindhoven, natuurlijk. Ja. Kopbal van Verheid, niet normaal. Ja. Daar moeten we het even over hebben. Echt niet. Ik stond op Midden-Noord te kijken. En het was een best een raar gezicht eigenlijk. Weet je, want die voorzet komt naar Verheid. En die gozer geeft ineens snelheid aan die bal. Wat een kanonskogel in één keer. Weet je, die bal die gaat zo boom, zo hoppakee. Regelrecht naar de kruising. Ja, niet normaal. Maar gelukkig heb ik het hier maar een keer of 500 gezegd. Ja, nou, Thomas Verheij is de beste kopper van Nederland. Heb jij dat gezegd? Ja, absoluut. Ja, volgens Mart zeggen ook vaak Hans Kraaij junior dat vaak. Maar dat geloof ik niet. Ik heb jou eigenlijk nooit eerder gezegd. Ga toch weg ver. Weet je wat ik het knappe vond? Die voorzet, die kwam nog een beetje van de zijkant. Ja. Dus hij moest hem eigenlijk vroeger zelf voorzet, vaart geven. Kijk, als je hem zo krijgt, dan hoef je er alleen maar tegenaan te lopen. Maar dat was niet eens. Hè? Ja, dat was echt niet normaal, man. Echt gewoon genoten. Ja, helemaal maar los, hard ook, hè? Ja. Maar er zijn ik weet zeker dat er gewoon voetballers zijn die minder hard kunnen schieten als een even serieus. Ja, dat is echt niet normaal. En ook die keeper ook. Dat vond ik dan eigenlijk nog het mooiste. Dat die keeper die wil eigenlijk reageren, maar die beseft van wat is dit? Ik kan er niet eens op reageren. Kansloos. Zo zie je die keeper kijken. Snelheid gewoon. Ja, prachtig man. Ja, Thomas Verheij. Maar ja, die gozer die moet nou een mooie stap gaan maken. Ja, nee. Ja, weet je, natuurlijk zeg ik de Eredivisie in met Thomas Verheij. Nee. Maar ik gun die jongen ook. Ja, maar als ADO het haalt, dan gaat hij toch. Ja, dan voor geld. Maar dan gaat hij voor geld. Dan gaat hij toch wel mee. Ik weet het niet. Ik bedoel, hij moet toch. Kijk, het is wel een heel romantisch idee, is het, Lars. Kijk, natuurlijk 100%. Zeg ik dat ook. Het is een romantisch idee, de Eredivisie in met Thomas in de spits. Maar ja. Als hij dadelijk gewoon echt miljonair kan worden, dan gun ik het hem ook, hoor. Maar hoe oud is hij nu? Nou ja, een jaartje of 30, denk ik al. Hij is 30, hè? Ja, dan moet hij nou een mooie stap gaan maken. Thomas, ik gun het je.
Maar ik vind één nadeel in aan heel zijn doen en laten, vind ik, dat hij al zijn tanden nog heeft. Toch? Je moet eigenlijk een paar tandjes ombreken. Het is wel dan. Een typische Engelse spits eigenlijk. Ja. Ja, vind je dat wel dan? Gewoon drie tanden Maar zag je niet ook, hij stond ook een paar keer en dan kwam er eentje, die sprong even over hem heen. Volgens mij was het Pijnenburg, die even over hem heen. En toen was hij aan het happen? Happen de Pijnenburg? Nee, maar die ging helemaal zo over hem heen. En hij is berensterk, hè. Niet sterker dan ik, maar hij is vrij sterk. Maar wat wel jammer was, want dat doelpunt van Klas was ook wel van de grote klasse trouwens. Oh, die schoot hem met zijn verkeerde been. Heerlijk binnen, hè? Gewoon zo met zijn linker. Maar dat was ook weer was dat niet net op het moment dat Verret was toen net uitgevallen? En wat, daar ging het volgens mij later ook nog even over. Want Van Son viel in voor hem. Maar dat duurde allemaal vrij lang. Stonden ze met 10? Dat weet ik niet. Volgens mij stonden ze precies toen met 10 op het moment dat die bal erin ging. Dat heb ik even gemist. Ja. Als je op de tribune staat, mis je al. Maar ik moet zeggen, Verret vond ik ook best wel raar. Want die zat opeens. Maar het was heel raar. Wat ik ook heel raar vond, de dokter stond erbij in pak. Dat vond ik al heel raar. Ja? Jij vindt dat hij een trainingspakje aan moet. Ja, dat is toch raar. Dat is raar, een beetje jouw stijl. Hè? Normaal heb je zo'n vies petje Of moet hij gewoon zo'n witte doktersjas aan hebben? Dat hij met zo'n stethoscoop het veld al inkomt. Wil je dat zien? Ja, je, een brilletje, altijd een rond brilletje. Ik doe eerst even alle controles. Maar die ging opeens zitten. Maar het was zo onduidelijk van wat er aan de hand is. En ik bedoel, ik weet wel dat je door de AVG en zo, dat het niet meer meteen verteld hoeft te worden. Maar ik vond het zo. Zou het iets in wennings of zo. Ik dacht, misschien is hij zijn lenzen kwijt. Oh, dat het zoiets was. Dat er iets, want ze zat ook wel een beetje te checken naar zijn ogen en dat soort dingen. Dus ja, die kan die dokter ook niet vinden dan. Nee, dat is waar. Mooi verhaal. Ik vond Eindhoven nog niet zo slecht, hoor. Zeker niet. Eigenlijk heel de West, maar ze begonnen eigenlijk wel beter. Nee, ze prima ploegie. Dat was bij ADO eigenlijk net als tegen NAC, alleen nu wel een stuk eerder. Maar eigenlijk kwamen ze nog niet echt het spel voor. Totdat ze scoren. Ja, klopt. En die 2-0 viel ook echt op een lekker moment volgens mij. Hè? Dus, absoluut. Maar toen ging je wel even lekker staan. Ik denk, dit gaat wel goed komen. Maar toen in die tweede helft, toen merkte je wel van, dit gaat wel. Want weet je, kijk, in de stadion hoop je dan gewoon even 3-0. Dan is het gewoon lekker klaar. Lul je dan. En je merkt al van, dat gaat niet gebeuren. En dan valt die tegendoepen natuurlijk. Ja, weet je wat er met zo'n Eindhoven. Dus het gaat nog echt een hele spannende pot worden zaterdag. Ja, zo'n Eindhoven, kijk, die spelen zonder druk. Zeg maar. Dus op het moment dat ADO met 2-0 voor staat, die gaan niks veranderen. Nee, die doen precies wat ze het seizoen al hebben gedaan. Kunnen lekker aanvallen. Terwijl andere clubs die raken in paniek, die gaan lange ballen geven, weet je, die gaan ruimte weggeven. Ja. Dat wordt nog wel een pittige. Maar wordt het nog spannend? Want ik bedoel dat... Nee, kijk, spannend gaat het niet worden. Tegen Eindhoven gaan wij zeker door. Dat is een feit. Ze spelen leuk voetbal, maar wat zeg je nou? Nou ja, ik vind Eindhoven voetballend vind ik ze beter. En als ze straks thuis voetballen... Ja, maar wij hebben individuele klassen. Ja, maar ik denk toch dat die ene tegengoal... En we staan ook wel goed door achterin de laatste tijd. We hebben echt prima. Het staat prima. Dat heeft die Franken goed voor elkaar. Hebben ze nou nog een goede trainer? Een boete voor? Ja, omdat hij die papieren niet had. Ja, maar die betaalt ADO gewoon. Maar krijgen die nou iedere week of zo? ADO Den Haag krijgt een boete, maar ze zijn bereid om die boete te betalen. Maar krijgen ze één keer of krijgen ze iedere week of iedere dag? Ja, weet je wat het is? Ik werk als woonbegeleider in de zorg. Ik werk niet bij de KNVB, dus ik weet niet precies hoe zij die facturen sturen. En hoe doen jullie dat dan in de zorg? Als iemand daar staat zonder een diploma's? Ja, dan houden het op. Dan stuur ik ze gelijk weg. Geen boete? Nee, geen boete. Wat ik trouwens nog wel een heel leuk feitje vond, of een heel leuk dingetje, ik weet niet of mensen die het gezien hebben op tv, maar net op het moment dat Dame tot Man of the Match gekozen wordt. Ja, die keepte goed. Nee, er was Colin Seedorf in beeld en het wordt dus omgeroepen en die Seedorf die begint zo, die doet 3 keer zo klappen voor de Man of the Match. Ja. En toen stopte hij zo en toen was het shot ook weg, maar dat hij echt dat hij dacht van ik klap even voor de Man of the Match, maar niet wetende dat het de keeper is van de tegenstander. Ja, die waande zich even op de tribune. Ja, dat is mooi. Maar ook even complimenten voor onze keeper Dame. Veel kritiek gekregen, maar hij keepte een topwedstrijd. En zeker in het begin heeft hij ADO echt in de wedstrijd gehaald. Ja, hij had echt een paar hele mooie reddingen. Ja, maar hij zei het zelf toch, dat hij ik weet niet meer wie die schoot, maar die hield hij zo bezig met zijn been zo naar buiten. Ja. Hij zei, toen ik die tegenhield, dan... Zit je lekker erin. Een goede wedstrijd gekiept. Compliment. Van Brim was dat trouwens. Thanks, Mart. Ja. Brim. Dus, maar goed, jij zegt dus nog het ADO, zeker. Het is nog niet beslist. Het wordt een moeilijke wedstrijd, want FC Eindhoven is echt een leuke ploeg. Maar ADO gaat 100% naar de finale toe. Ja. Ferry? Nou, ik denk dat wordt lachen volgende week. Ja, maar denk je dat echt?
Ja, want Eindhoven kent geen, die hebben geen druk. Die hebben niet zoiets van, we moeten die achterstand goed. Die gaan gewoon lekker door met waar ze mee bezig waren. En die staan met rust waarschijnlijk 3-0 voor of zo. Ja, oké. Okay. Ja, ik heb Slegers niet gezien hoor. Nou, hij heeft wel gescoord. Ja, ik wou zeggen. Ja, 1 doelpuntje. Oké. Okay. prachtig. Wat ook prachtig is. De Beauty by Buiten. Ja, de Beauty by Buiten. Weet jij het al dan? Weet jij het al? Wat hè? Nou ja, het is toch altijd genieten met die Joogse Beauty? Nou, 9 van de 10 keer wel. Ja, ik heb een mindere gehad vorige maandag, week. Wat was het niks. Was niks, maar... Ik heb het makkelijk gehouden. Ik heb een voetbalgedicht geschreven. Een Joop Buiten voetbalgedicht. Kijk. Het is een ode aan de kopbal. Oké. Okay. Natuurlijk een beetje ook wel voor Thomas Verheij natuurlijk. Mm-hmm. We gaan beginnen. Ja. Ruud Geels, John Bosman, Wim Kieft, Ruud Gullet, Peter Houtman, Hans Schilhaus, Bas Dost, Luc de Jong, Dick Nanninga, Andy Carroll, Miroslav Klose, Radamel Falcao, Edinson Cavani, Sergio Ramos, Pujol, Cristiano Ronaldo, Thomas Verheij, Thomas Verheij, Thomas Verheij en fucking Thomas Verheij. Dit was de Beauty bij Buiten deze week, mensen. Lekker, man. Kort, maar krachtig. Krachtig. Waren dat waren allemaal... Was Bas Dost zo'n goede kopper? Wel? Ja, Bas Dost is een goede kopper. Veel kopdoepen er gemaakt. Staat in de top 20 van de meeste kopdoepen. Top 20? Meeste kopdoepen deze eeuw. Ik vind, dus je zou kunnen zeggen dat Bas Dost een goede kopper is. Maar dat had jij even gemist, blijkbaar. Nee, ik had even gemist. Ik zat heel even te denken aan lange spelers. Dat het niet automatisch... Goede koppers zijn. Nee, we kijken van Hooydonk. Pierre van Hooydonk was ook geen super kopper. Ja, weet je wie de... Hoe moet je dat zeggen? De ergste of de minst goede grote kopper is? Kramer van RKC. Die heeft dit jaar volgens mij voor het eerst met kop gescoord. Ja, Henk Veerman toch ook. Henk Veerman. Slatan volgens mij toch ook niet zo gek vaak met zijn hoofd, toch? Slatan kan alles goed, hè? Ja, nee, dat Slatan wel. Slatan kan alles. Maar voor iemand die... Kijk uit wat je zegt. Wel? Slatan, ja. Goeie kopper, hoor. Vind ik een goede kopper persoonlijk, toch? Ja, hij is een goede acteur, goede auto. Slatan is een... Scorpion kickgever. Goede houthakker. Slatan kan alles. Oké. Okay. Zet hem hier in die podcast en lult ons eruit. Lult ons eruit. Zeker. Ik zit even te kijken, want we zijn nu bij aanbeland bij de Mystery Guest. Ja. Wat een verhaal weer, mensen. Ja. Wat, wat is er aan de hand? Vertel. Ik denk wel soms af en toe, kijk, wij zijn professionals. Ja. Professionals zijn we. Dan, ja, met wat werken we dan eigenlijk? Hey. Ongelooflijk. Wat is er dan? Wat nou is er? Ja, wij hebben dus geen Mystery Guest. We hebben geen Mystery vandaag. Guest? Nee, dus de hele show ligt eigenlijk in duigen. We hebben geen Mystery Guest. Hoezo hebben wij geen mystery guest? Ja, dat is heftig nieuws. Ja. Dat is heel heftig. Dat is niet misselijk. Onze mystery guest, die belde dus vlak voor de show af. Met zijn naam. Met zijn naam. Maar die heeft dus een gebroken neus. Ja, maar wacht even. Onze mystery guest... Hij belde van tevoren dat hij dus een gebroken neus heeft en dus niet kan bellen. Ja, dit is er gebeurd. Maar ja, dit is er wel gebeurd. Dit zijn de feiten. Of was het een appje? Nee, het was een belletje. Dus hij belde, dat hij niet kon bellen. Dat hij niet kon bellen. Hij zit in dus bij de spoedeisende hulp. Hij zit op dit moment. Zit je te wachten gewoon, of niet? Ja. Maar we mogen ook zeggen wie het was eigenlijk. Wij hadden dus de mooiste mystery guest ooit eigenlijk. Een man die ik altijd al had willen spreken. Yeah. Michel Breuer. Breuer. Ik zie hem nog achter in Zuid-Jaren. Ja, Breuer, ja. Met Heerenveen tegen Milan. Ik zie hem toch zo achter in Zuid-Jaren shocker. Hij had een beetje dezelfde snelheid als die spits bij Van Feyenoord toen. Die van Vitesse, van Beukering. Van Beukering. Ja. Maar vanaf hier, ja, onwijs veel beterschap zou ik zeggen. Sterkte. Ja, maar hoe laat is dit gebeurd dan? En we weten ook niet wat er is gebeurd, hè? Maar je hebt in 3 kwartier heb je niemand anders meer kunnen strikken. Nee. Jonker, Pastoor? Nee. Ja, die hadden we toch niet weten. Ze kwamen wel met de optie. Nee, ze kwamen met de optie. Nee, Joop, doe dit nou niet. Nee, dat gaan we niet doen. Doe dit nou niet. Nee. Nou, doe maar wel. Leen van Steensel wilde ze bellen. Leen van Steensel. Nou moet ik wel zeggen, waarschijnlijk een hele aardige vent, hè? Zeker. Maar als wij als mystery guest Leen van Steensel gaan bellen, dan kunnen we ophouden. Maar houden het echt op. Leen van Steensel. Hoe moeten wij gaan raden? Hoe komen wij achter Steen van Leenstel? Nee. Is jouw naam een anagram van Leenstelsel? Zoiets moet je dan vragen. Leen van Steensel, maar hoe kom je daarop, hè? Ik weet het wel. Ja, door te vragen, ben jij Leen van Steensel? Is je niet teammanager bij Bruce, bij Florian? Van Sparta. Of van Sparta?
Hij heeft toch ook iets, hij was toch trainer van Broes? Kom op, ik had het alleen geweten als je dan had opgenomen met Leen. Ja. Daar hadden we eventueel kunnen kennis van. Litouwers, verdomme! Hey, die gaat verhuizen. Waarheen? Litouwers? Litouwers gaat verhuizen. Die woonde hier al vanaf 88. Had hij hier een prachtig penthouse in Scheveningen. Oh, ja. Met zeezicht. Ja. Ja. Dan woon je toch top, lijkt me. Hè? Ja. Beter kan niet. Mm. Maar die gaat terug naar zijn roots. Hij gaat terug naar Rotterdam. Gaat verhuizen. En zijn penthouse staat te koop voor 1,8 miljoen. 1,8 miljoen? Ja. Ja, daar zit ik wel mee. Hij hoort toch een beetje natuurlijk echt een Rotterdammer. Maar hij woont al jaren hier in Scheveningen. Hij hoort er een beetje bij. Maar hij gaat verhuizen. Hij gaat terug naar zijn roots. En dat begrijp ik ook wel. Hoe oud is hij nou? Maar hij is eigenlijk op leeftijd, man. Ik denk 92, denk ik. Wat oud is hij? Ja, ik denk al zwaar in de 80. Dat denk ik. En dan wil je toch vaak op die oudere leeftijd terug naar je roots. Dus hij gaat naar Rotterdam toe. Nou, alleen heel veel succes. Maar dan wel gewoon in de rijtjeshuis? Of, nee, of ik denk wel een penthouse, denk ik. Misschien bij de Witte de Wit daar in de buurt. Wel echt dat Rotterdamse hoop ik dan wel voor. Lee Towers is... En, hoe oud is Lee? 76. 76? Oh, okay. En geboren in Ridderkerk. Nou. Ja, prima. Prima toch? Dat is nog niet oud. Nee. Ja, maar die gaat dadelijk wel optreden. Als Feyenoord speelt natuurlijk volgende week in Tirana. Hmm. Dan zijn we hoogtepunten voor Leens, hoor, dadelijk in de Kuip. Ik ben echt benieuwd, als hij nou een uur lang gaat optreden, hoe vaak hij dan hetzelfde nummer doet. Want hoeveel nummers heeft Lee Towers nou? I can see clearly now. Die doet hij ook, toch? You Never Walk Alone is het. Ja, dat en hij, hem, en hij heeft heel veel duets met, hoe heet ze nou, met Anita Meijer. Hij heeft een hele EP met best wel leuke duets, maar het zijn nooit eigen nummers. Het is altijd van, don't go breaking my heart. I'm better with Patra. Je weet, er komt tussendoor. Het is best wel lekker, hoor. Het staat allemaal op Spotify. Okay. Oh. Lee Towers en Anita Meijer. Vind ik wel een lekker duootje. Anita Meijer, is die van Hoerenneuken Nooit Meer Werken? Nee, dat hebben ze toch gedaan toen? Wat? Dat is niet van Hoerenneuken Nooit Meer Werken, lul. Dat is Corrie Konings. Anita Meijer is echt een hele goede... Why Tell Me Why is Anita Meijer. Ik zit er wel lekker in vandaag. Slater kan niet koppen. Ik haal allemaal mensen door elkaar. Eén ding. Kun jij uitschelen, want jij ziet er top uit vandaag. Jij kunt zeggen wat je wil. Lekker overhempje aan. Heerlijk, je ziet er echt goed uit. Dankjewel. Jongen. Wij kijken alleen maar naar jou, wij luisteren niet, wij kijken gewoon. Ik zit af en toe lekker aan het handje van je. Lekker man. Want wij hebben gezegd, we hebben best veel mensen die luisteren en kijken naar de podcast. Ja. Dat zijn bijna geen vrouwen. Ik denk dat daar nu toch wel... Dat lijkt mij wel. Zeker, maar ik zag ook van, gewoon de vrouwen kunnen ook gewoon kijken naar ons. Absoluut, dat mag. Tuurlijk, maak een leuk showtje. Ja, voor vrouwen, weet ik niet. Ook voor de vrouwen. Jongens, ik heb even een vraag aan jullie. Ik weet dat jullie er nooit vies van zijn als ik hier in uitzending niet ben om mij een mes in mijn rug te steken. Maar hebben wij toevallig nog de ex-assistent van Frank Bormoed gezien? Ik noem René Kolmschot. Ja, die heb ik gezien. Ja, leuk, die heb ik gezien. En toen ik hem voor het eerst zag, toen dacht ik het al. Alleen, dat had ik niet getwitterd. Alleen onze vaste luisteraar, een Haagse vriend Lange Toepie, die twitterde het al. Die gozer lijkt de partij op Koert Westerman. Ja, had hij niet gezegd de liefdesbaby van Danny Blind en Koert Westerman? Ja, die was kut. Daar had hij wel een beetje van. Ik vond hem ook een beetje Bert Visserig, moet ik zeggen. Inderdaad. Nu je het zegt, ja. Goed, man. Ja, en anders. Als hij begon te praten, was hij helemaal vinkers. Ja, zo'n goede rokerskop had hij. Ja. Maar wat vonden jullie ervan? Want hij, even voor de mensen die het interview niet gezien hebben, eigenlijk ging het erom, er werd gezegd, er moest nieuwe energie komen. Ja. Hè? Ja. Want de energie was eruit. Frankie werd helemaal afgeslacht. Maar met een glimlach. Dat met, dan weer wel. Ja. Ja, ik kreeg het idee, nadat hij zo werd afgefakkeld, had ik ook wel een beetje mee te doen. Want ik heb het idee dat er iets is gebeurd wat we niet mogen weten. En dat ze dan toch een beetje proberen recht te breien. Om hem niet helemaal te beschadigen. Maar daardoor beschadigen ze hem juist drie keer zo erg. Eén ding. Hij lag niet meer goed in de groep. Dat idee had ik niet. Hij lag niet meer goed in de groep. Laten maar we dat hebben ze nu laten zien. Hè? Dat ja, ik wil net zeggen. Ja. Ja, want jongens. Oei, oei, oei. Maar dat is toch helemaal bizar ook. Ja. Volgens mij konden ze een week geleden. Stonden nog 2 punten van de nummer 12 af zo'n beetje. En nou ben je praktisch gedegradeerd. Met één been in de mooiste competitie die er is in de KKD. Maar de volle verdiensten van Excelsior. Zo, ja. Maar die hadden vooral in het begin even een partij moeten zijn. Niet normaal, hé. Maar dat was toch heel raar. Dat was gewoon een gek te noemen. Die gasten liepen er doorheen. Echt speels gemak. Alsof ze het aan boycotten waren bij... Ja, bijna. Ja. Maar goed, uiteindelijk... Ja, dit maken ze nooit meer goed. 3-0. Nee, dat denk ik ook niet. Ze gaan een beetje stormachtig beginnen. Misschien dat ze zelfs 1-0 maken. Maar daarna gaat Excelsior alsnog overheen.
Nee, dat denk ik ook. Gek, hè? Heracles gaat het heel... Ja, die gewoon, is bijna gewoon tot wat is het, eind april gewoon geveldje aan de lucht. Nee. Ja. En dan verlies je, ja, vaak hebben ze nou verloren 4-5 keer op rij misschien. Ja. Weet je wat ik altijd een mooi beeld vind? Hè? Dat je ook na die wedstrijd weer... De supporters kwamen een beetje over het hek heen om te praten met de spelers. Ja. Mm-hmm. Weet je wat ze denk ik hebben gezegd? Volgende week, zaterdag, jullie moeten alles geven. Hè? Keihard werken voor de club. Wij spreken nu keihard af. Keihard werken moeten ze. Alles te willen. Dat is mooi altijd. De gast in het zwart, zonnebrilletjes op, die vissersmutjes op de kop. Ja, ja, ja. Mooi gezicht. Maar sowieso die van met dat bus opwachten. Zo, van die gesprek van dan, want iedereen roept dan, maar dan mogen er altijd één of twee even naar binnen. Ja, wat zeggen die dan? Hè? Ja, gewoon hard werken. Ja, jongens. Alles geven nu. Jullie zetten de club voor schut. Ja. Nee, maar we hebben jullie nu nodig. Ja, toch? Ja. Altijd goed en dat gebeurde weer. Maar Heracles, die ging gewoon zwaar door de ondergrens heen. Ja. Toch? Een slecht moment. Nee, absoluut. En even een nieuw elan. Armenteros inbrengen. Ja, in de basis. Was het ook niet helemaal, hè? Nee, maar die is al voor de vierde keer nu teruggekomen denk ik, bij Heracles. Ja. Maar het wordt iedere keer wel minder, toch? Als hij terugkomt. Ja, dat is er niet meer. Nee. Maar goed. Die zat overal meters naast de hele tijd. Ik weet niet wat die jongen aan het doen was. Dat interview daarna ook. Weet je, als ze vroeg van wat gaat er dan fout? Ja, alles zei hij. Alles. Ja, maar dat is ook oprecht het antwoord. Ja, gewoon. Alles gewoon ging fout. Echt alles. Ja. Er was gewoon niks dat goed ging. Ja, ik heb een ingooi gezien in de 62e minuut. Die was prima. Best oké. Door zijn voeten. Maar Dijkhuizen die zat zelf in maart 2017 op de tribune toen Barcelona... De remontada van deze eeuw. Tegen Parijs, hè? Ja. Ja. Zal hij dan nog een beetje bang zijn? Nee, die is niet bang. Dijkhuizen, die hebben het voor elkaar. Maar dat gaan ze wel zeggen, hè? Ja. Bij Excel. Yeah, ja. We zijn er nog niet, jongens. Nee. We moeten wel scherp zijn. Ja. Ik moet trouwens wel zeggen, ik was blij dat Azarkan, dat we die aan het einde tenminste nog zagen naast het veld staan. Want dat was een behoorlijke... Klopt, ja. Dat was een lekker spelletje. Ja, mooi. En een lekker doelpunt ook gemaakt. Maar bij NAC was hij niet zo, hè? Ik zag van, was het nou van Joost Blauw of dat ik zag een tweetje van... je hebt Azarkan die nou met Excelsior door is. Sydney van Hoorn de play-offs haalt met Heerenveen. Haaien, Dessers, Arno Verschuren. Alles vanuit NAC gaat goed. Ja. Nee, maar Azarkan die komt er bij NAC een beetje als jeugdspeler. En die is er toen langzaam maar zeker ingegaan. Mm-hmm. Nu bij Excels gezegd echt goed. Ja, absoluut. Wie vonden jullie de beste? Want ik hoorde heel veel complimenten over Mats Wiever. Die speelde erg goed. Wie ik de beste vond? Ja, op het veld. Ja, Wiever. Zoveel complimenten. En ik doe mee. Wiever is zo goed, man. Ik denk Kolomschot. Kolomschot, ja. Maar goed, dat wordt zaterdag gewoon appeltjeitje. Ja, 1-2, 1-3 zo denk ik. Ja. Oké, nou ja, goed. Mensen, Excelsior zijn door. Alweer... Excelsior door. ADO door. Oh, daar komen we zo aan natuurlijk. Ja, moeten we denk ik gaan voorspellen. Eerst even de voorspellingen van afgelopen maandag. Ja, we zijn er al, hè? Gaan we voorspellen? Ja, we hebben een lekker kort showtje. Dit is een lekkere snack gewoon voor jullie. Ja, gewoon een tussendoortje. Dat is een lekker kroketje. Ik bedoel, wij zijn een snack, maar met een lekker mosterdje erbij. Heerlijk. Zo moeten jullie deze show zien. Juist. Okay. Vraag A was natuurlijk, wat wordt Excelsior Heracles? Dat werd 3-0. Dat weet ik. Dat wij allemaal ik had 2-0 volgens mij, hè? Ja, en ik had 3-2. Nee, man. Maar je had 1-2. Ja, maar... Dan zal ik echt die lekkere punten gepakt deze keer. En nu? Okay. En vraag B. Hoe lang speelt Thomas Vrij tegen FC Eindhoven? En wat wordt zijn grootste prestatie? Nou, dat was dus 90 minuten en een waanzinnige goal. Heerlijk, Thomas! Vanaf deze plek even excuses aanbieden aan Thomas Vrij. Ja, want jullie hadden geen vertrouwen in hem, hè? Nee, maar ik ben bang. Straks kopt hij een keer een bal op me. Ik kijk een beetje uit. Maar ook en 90 minuten. Dus Joop, een puntje voor jou. Mag ik nog één ding zeggen? Thomas Verheid is de beste kopper van Nederland. Zo, dat was hem. Vraag C. Hoeveel supporters nemen Eindhoven en Heracles samen mee naar de uitwedstrijd? Ja. En er staat hier dat Joop het dichterbij zat. Volgens mij is dat niet goed. Volgens mij is dat niet goed, want ik zei namelijk 950 en het waren er ruim 700. Jij zei eerst 2000. Ja, ik zei 1000, wat. En jij ik zei me wat. 1050 ik zei 1020 en toen maakte Joop het 1010 ging ik even van. Mee met Ver. Ik denk, is een leraar, hè, slimme man. Hè? Juryrapport. Ja, doe maar, want ik had het gewoon goed. Dan D. Welke keeper incasseert de minste goals deze heenronde? En dat is een puntje voor Joop, want dat was... Ja, dames nu. Ik zei Wendges, maar die was... Dames? Damen. Damen. Het is maar eentje. Hoezo? En die van Excelsior dan? Dat punt had jij ook. Oké, die had ik wel. Okay, en die van Excelsior? Ja, die had er ook niet zoveel tegen. Die heeft het ook 0 tegen? Oh, oké. Okay. Ja, omdat Joopie staat te juichen dat hij de punten haalt. Oh, ik dacht dat ik een punt had. Oh, nee. Huh? Oh, wacht. Ja, maar dan is hij toch ook niet... Stop deze uitzending. Ho. Gaan nu alle kanten op, jongens.
Dan is het... Ik zie ook wel heel ontspannen erbij zitten. Ja. Ben je wel zo op aan het letten? Mart? Ja. Hij heeft er net geen shorts vast. Ik een punt bij C. Nee, bij de uitsupport. Ja, ja. Ja. En bij D heb ik een fout gemaakt. Oké, okay, ja, daar kan een fout. Ja. Ja, dus geen punt voor jou, hè? Nee, ja, maar wel een minpunt voor Marten. Dat vind ik altijd lekker. Ja, dat is fout maken kan... Kijk, ik bedoel, hij heeft die mystery guest geregeld. Dan kun je een foutje maken. Nou, natuurlijk top geregeld. Dus even kijken. De spanning is helemaal terug. Jopie Buit 20 punten. Ik zelf 19 punten. En Ferry de Bond nog steeds 22. Ik voel me net punten. Een soort Heracles. Smerig brilletje heb jij. Ja, nee, maar dat is mijn oude beeld. Omdat ik op die andere in slaap was gevallen. Ja. Dat het hele pootje was plat. Die heb ik vandaag laten maken. Hij is ook helemaal los. Ja, klopt. Heb je vandaag best laten maken? Nee, die andere. Die moet andere. Je hem een beetje... Ja, dit is ook best niks. Dikke glazen, of niet? Ja. Welke min heb jij dan? Ik heb min 1,75. Okay, ik heb min 2, hè. Ik heb lenzen in nu. Heb jij lenzen in? Ja. Zeker. Ja, okay. Wat heb jij? Ja, voorwaar. Ik weet niet eens wat. Zitten er glazen in? Ja, er zitten wel glazen in, maar ik weet niet precies. Ja, zoiets midden een half of zo. Hey, hoe lang heb je al een bril? Ja, anderhalf uur denk ik. Kijk, we gaan nu de diepte in. Ja, nee, ik ben gewoon benieuwd. Ik ben op latere leeftijd brildrager geworden. Nou, ik weet nog dat ik zeg maar toen ik voor mijn rijbewijs, toen vroeg die examinator, die vroeg van, kunt u het kenteken van die auto daar eens oplezen? Toen zei ik, ja, welke auto? Dus toen heb ik gekregen. Ja, ik moet zeggen, zo is het wel bij mij begonnen, want ik had een bril voor in de auto. Maar ja, uiteindelijk is het zo lekker, dan heb je hem gewoon dan hou je hem op. Ja. Nou ja, leuk dat je het aan mij vraagt, maar ik ben weer hoe niet. Hoe lang heb jij al... Ga lekker verder. We man. Gaan verder. De spanning is dus terug. Dus 20 voor Joop, 19 voor mij. Ferry, 22 ja, stuks. Ik ben echt net Heracles. Ik ga nog degraderen. Ja, let maar op. Je gaat er nog uit. Stefan Kowet, jij wint de mok. Je had namelijk de gouden. B, Stefan. Ja, je had B volledig goed. Daar komen ze over bij. Oh. Je had B volledig goed. En C en D ook goed. Stuur even een DM. Dus Stefan Kowet, stuur even een DM. De andere mokken zijn verstuurd voor iedereen die er nog op wachtte. Jonge, jouw mok komt er ook jonge, aan. Jonge. Ja. Dan de mok van vorige week. Matthijs die had Polak als favoriete KKD strafschoppennemer. Ja, die maakte er alleen maar 4 in de KKD. Vincent kwam echter met Wouter Jansen en die scoorde er geen 1. Dat is geen goeie. Bart stuurde niks in. Jullie mogen zeggen wie er wint. Ja, die eerste dan, hè, Jacques Polak. Ja, Matthijs? Ja, die eerste. Oké, okay, duidelijk. Tuurlijk. Matthijs, stuur een DM. Jij krijgt die mok. Lekker man, mooie mokken. Maar mensen, doe deze week even extra goed mee. Hè? Want ik bedoel, dan zit je bij de 3 die de mok kunnen winnen en dan stuur je niks in. Ja, maar ik denk dat er ook wel mensen zijn die alleen die tweets zien. Hè? Oh, dat ze helemaal niet luisteren? Ja. Of die gewoon ook niet verwachten dat er op dinsdag een... Nee, die gewoon niet luisteren. Dus alleen lezen. Dus die moeten gewoon afgestraft worden. Oké. Okay. Ja. Ja, je moet wel luisteren. Ja, luister. Zeker. Maar deze week, doe dus even extra goed mee. Hier komen ze, de voorspellingen. Doe dus mee met een antwoordje of een quote tweetje. Wat heb je voor vragen? Vraag A. Wat wordt Heracles Excelsior? Dat heb ik net verteld. 1-2. 1-2. 0-2 Excelsior. 0-2. Ja, wordt een hele gelijkmatige wedstrijd. Excelsior is heer en meester. Nou, ik denk dat het wel 2-1 wordt. Maar goed, dat is dan niet genoeg. Maar in eigen huis... Het is niet 2-0, 5 minuten tijd. Nee. Welke noodgreep past Heracles-trainer Kolmschot toe tegen Excelsior? Die vind ik een lastige. Ik denk dat ze Frank Wort moet weer oproepen. Want weet je wat het is? Ik heb me dit jaar puur gefocust op die KKD. Hè? Dat ik de Eredivisie is toch een beetje langs me heen gegaan. Dus ik weet ook niet welke spelers zij op de bank hebben zitten of zo. Bakis? Nee, is niks, hè? Nee. Is geen goeie. Dat is niks. Ja, ik zou het eerlijk gezegd nu nog even niet weten. Misschien weet jij het verder, dat ik er even over na kan denken. Ja, ik denk dat hij even gaat bellen met ESPN. Of dat Koert Westerman een commentaar gaat geven. Dat denk ik. Volkert Veld in de spits. Dat is mijn antwoord. Ja, Volkert Veld in de spits. Ik denk dat zij gewoon... Dat je het niet per se op het veld ziet. In eerste instantie qua... Maar ik denk dat ze in de kleedkamer met elkaar gaan afspreken. Ja. Vanaf te gaan winnen. Alles te geven. Te willen winnen. Ja, oké. Okay. We zijn naar goede antwoorden. Nou ja, dan is dan de laatste vraag. Wat wordt de play-off finale? Jij gaat dan dus voor Excelsior ADO. De laatste, ADO. Zijn we maar 2 vragen Excelsior dan? Excelsior ADO. Hebben we maar 3 vragen? Nee, 4. De ene laatste. Oh. Excelsior ADO. Ja. Wat is de finale? Ja, de finale. Excelsior Eindhoven. Ja, maar weet je wat mooi is, hè? Weet je wat mooi is van Excelsior ADO? Is dat de laatste wedstrijd is thuis in het Cars Jean Stadion. Volgepakt stadion. Iedereen in de clubkleuren. Heerlijk, man. Daar verheug ik me echt op die dag. En dan een heerlijke 0-2. Eén ding. Ik ga die maandag daarna, moet ik nu nog werken? Die ga ik vrij regelen. Die ga ik echt vrij regelen. En dan ga ik... Vloggen.
ik ga niet alsjeblieft, ik ben geen 16 lul, ik ben 36. Ik ga toen niet vloggen. Nee. Ah, yeah, een leuke vlog. Nee, dat doe ik niet. Ik podcast. Oké. Okay. En die dag daarna gaan we volgens mij ook nog één podcast opnemen. Maar ik weet niet dus hoe ik erbij zit. Oké. Okay. Nou, we gaan ik zal mijn tissues meenemen, Joop. Ja, want ik word afgemaakt. Nou, laat ik dan wel even gek doen. Dan maak ik er Eindhoven Heracles van. Oké. Okay. Ja. Terwijl ze met 2-1 hebben gewonnen net. Gekke jongen. Ja, ja. Maar toch. Ja, maar toch doen. Excelsior heeft 6 keer gewisseld of zo. Nee, maar Lars Preijs zijn kans. Ja, ik schrijf nog kansen. Ja, dat is wel leuk om te doen, hoor. Gokken. Lekker gokkiewagen. Hè, sponsors? geen financieel advies. Nee. D. Welke speler of spelers zijn tijdelijk topscorer van de playoffs na zaterdag? Slegers heeft nu 3 goals. Mm, hè, ja. De playoffs worden vaak gezien als een individueel... Is het toernooi, hè? Andere moeilijkheid. Ja. Ja. Zo promoten wij dat ook. Ja. En Dallinga en Driewesh hebben er allebei 2. Ja, even kijken hoor. Poeh. Ik zeg Slegers. 5 goals. Dallinga. Ja, super spits. Oké. Okay. Hoeveel doelpunten had hij nu? Hij heeft er nu 2. 5. Maar wat is de vraag? Na de volgende ronde of op het einde van de playoffs? Na zaterdag. Nee, na Dallinga. Zaterdag. Ja, dan zeg ik 4. Sorry, 4. En hoeveel, Mark, 4. Hoeveel heeft Slegen ze nu? 3. Ja, dan denk ik Jort van der Zanden met 3. Oké. <Okay. laughs> okay. Altijd tegen de raad. Ja, hè, nee, ja. Jort van der Zanden is onze nieuwe spits. Die moet ik zo steunen. Ja, dat is waar. Goeie gozer trouwens. Mm-hmm. Hele aardige vent. Zeker weten. Echt. Goeie rode baard ook. Ja. Hè? Ja. Ken de meeste goedkoppen. Hij kan wel minder koppen. Maar hij is een goede voetballer. Tenminste, voetballer is harde werker. Ik moest trouwens... Ik zat nog heel even te denken. Misschien even... Een, of ik dat goed gelezen had. Is het nou zo dat Excelsior supporters niet mee mogen zaterdag? Ja, maar daar vind ik wel wat van. Heracles, ja, dat vind ik toch wel vrij bizar. Vertel, wat vind jij ervan? Ja, maar dit heeft niks met dat uitvak meer te maken. Want het schijnt een gemeente ding. Dus bij Heracles balen ze er ook gewoon van. Want het is ook gewoon leuker dat je interactie hebt met uitblik en zo. Mm-hmm. Maar ja, voor de gemeente vindt het wel lekker zo, denk ik. Van nou, we pakken die laatste paar wedstrijden. Want volgens mij hebben ze de laatste competitiewedstrijd. Mochten we wel uit publiek of zo, of ook niet. Maar ja, omdat er ergens een tegel los zit of zo. En dan gaan ze moeten dus nog onderzoek doen. En dus heel het stadion. Ze kunnen bij Heracles kunnen ze met 16.000 man kunnen ze in dat stadion gaan springen. Maar in dat ene hoekje mag niemand gaan staan. Ja. Maar even, ik ga heel even snel kijken. Want stel nou dat, stel dat Heracles dus nog wel doorgaat. Ja, tegen ADO Eindhoven. Ja, zwaar kloten. Maar dan spelen ze dus de finale dus thuis. Ja, maar zonder ik vind dus... Ja, maar dat kan toch niet? Maar... Ik vind dat ze ergens anders moeten spelen. Ja, dat vind ik eigenlijk ook. Ik vind eigenlijk dat wij in Nederland een neutraal stadion zouden moeten hebben. Ja. Dat meen ik echt. Het is of dat, of dan moet je gewoon keihard zijn, vind ik. Weet je, dan is het ook geen supporters van hun naar Den Haag. Ik snap wat je zegt. Maar ja, zij bouwen er zelf ook van. Hè, die support. Ja, maar goed, het is wel competitievervalsing. Juist. Want zij krijgen 2 keer steun. En juist. Die andere ploeg krijgt maar 1 keer steun. Ja. Dus ja. Het is of op een... Inderdaad, of ze wijken uit naar PEC. Ja, dan speel je niet in hun eigen stadion. Dat is ook weer bouw natuurlijk voor hun. Dat snap ik allemaal wel. Maar ja, je kan niet wel meereizen en dan die andere club daar niet heen laten gaan. Nee, dat kan gewoon niet. Ja, maar dan moet je een beetje in het midden, toch? Zeldenballig. Nee, of gewoon. Maar ik bedoel, het is wel... Of lekker in Duitsland, hè? Wat heb je daar liggen? Meppen of zo? SV Meppen. Ja, kun je lekker aan de staatribunes. Okay, maar ja. Maar het is natuurlijk wel bouwd gewoon... mochten die dus dan nu sowieso voor Excelsior, maar mochten ze doorgaan. Ja, dus dan heb je dus gewoon straks een finale, hè, de tweede finale. Ja, dat is wel kut. Ja. Maar goed, mensen, we zijn alweer bij het einde gekomen. Dat gaat niet gebeuren, want ze leggen eruit. Maar oké. Okay. Zo is het. Mensen, doe mee met de voorspellingen. Doe even een quote tweetje of even een reactie. Morgenochtend, morgen om 1 uur, denk ik, Mart. Nu wel om 1 uur. Ja, mensen waren helemaal woest. Ja, waren wel verschillende mensen. Ja. En doe dus mee met de voorspellingen, want je kan dus die prachtige mok verdienen. Moeten we nog even een kleine shout-out doen aan onze vriend uit Kralingen? Ja, dat dacht ik wel. Piepe Guido. Piepe Guido. Ja, wat een lekker nummer heb je gemaakt. Ja, goed nummer. Piepe Guido. Ik vond hem echt top. Ik zweer het, je was leuk. Ja, goede reacties. Ja, toch? Leuk. Kun jij hem even voordoen? Mokkie, mokkie. Geen wat er was op Britney Spears. Ja, maar ik snap het dus niet. Maar gaan we daar naar luisteren of niet in deze show? Gaan we hem nog even aanzetten? Ja, mokkie, mokkie. Zal ik hem even aanzetten? Ja, natuurlijk, man. Wat mij veel logischer leek, was om mokkie, mokkie, mokkie. Ik vind jou helemaal toppie. Ik neem een heerlijk lekker slokkie. Dit is veel mokkie. Ja, maar Piepe Guido maakt wat moeilijk. Ja, dat is absoluut. Dat is een heel creatief nummer. Die vraagt niet mee op de wat je verwacht. Mokkie, mokkie. Ik zal hem even aanzetten, dames en heren. Ja. Heb je hem gevonden? Ja, ik heb hem gevonden. Komt hij aan.
Woe! Harder! 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 Oh, mokkie, mokkie! Oké dan! Ah! Oh, mokkie, mokkie! En Joost! En de producer! De producer! Te koop. Oh, yeah. Pakken. Mokkie. My happy. Ah, ah, mokkie. Oh, de, dat kwam aan. Ah. Mokkie is. Mokkie. Mokkie, yeah. Oh, sorry. Wanneer ik sap drink, gebruik ik hem. Ja. Wow. Ja, even, even, wow. Ik ben Guido, thanks man. En vooral ook mooi natuurlijk omdat hij het normaliter niet doet op aanvragen. Hij doet niet aan verzoekjes. Voor ons één keer. Voor één keer. Echt waar, dank je wel. Ik vind het gewoon mooi dat wij nu in het rijtje staan met Remco Pasveer, Masrowi, Antonie. Ja. Ja. Dat was zijn doorbraak. Dat was zijn doorbraak. Ja, mokkie, mokkie. Ja, leuk, Guido, hartstikke bedankt. Ja. Geniet van je mok. Mensen, doe mee. Reageer met die voorspellingen of een quote tweet of een reactie. Morgen om 1 uur. Dit is nou trouwens nog wel voor de andere mensen die geen mok hebben. Ja, dit was een gewone mok. Ja, maar dit is wel... Want dit werkt dus. Je moet iedere dag macht een bericht sturen waar die blijft. Ja. Ja, dan komt hij wat sneller. De muren die we scoren. En tot de volgende keer. Zeker weten. Gaan we ons best doen. Elmo liefding zijn erbij. En de play-offs nog. In mij. In de keuken. Kampioenenvisie. Wie wil dat nou niet zien dan? Het is toch geniaal man. In de keuken. Kampioenenvisie. Gaat zeker iets gebeuren. Met Kaak en Nieuwsie Fleuren. Oh, wie wil dat niet zien? Het is vermaakt voor tien. En de scheids. Ik kan het meestal niet goed zien. Ja, mensen gaan helemaal los vandaag. Oké, dan nodig ik bedankt, jongen. We gaan knallen. In de keuken, kampioenenvisie. Wie wil dat nou niet zien dan? Het is toch geniaal, man. In de keuken, kampioenenvisie. Gaat zeker iets gebeuren. Met Kaak en Nieuwsie Fleuren. Ga hou je echt niet tegen. Weer een prachtkel van Joey's legers. Casius die maar op blijft stomen. En mag over promotie dromen. Hetzelfde geldt voor de Graafschap en Emmen. Die zijn haast niet meer af te remmen. ADO Den Haag. ADO Den Haag. ADO Den Haag. ADO Den Haag. NAC begint al aan te draaien. Onder leiding van Tommy Haaien. Bouchoirie en Guusje Joppen. Roda lastig om af te stoppen. Telstra zorgt nog voor pracht te halen. Helmond die de play-offs wil halen. ADO Den Haag. ADO Den Haag. ADO Den Haag. ADO Den Haag. Keuken kampioenenvisie. Wie wil dat nou niet zien dan? Het is toch geniaal man. In de keuken kampioenenvisie. Gaat zeker iets gebeuren. Met Kaak en Nieuwsie Fleuren. Ja mensen, leven de keuken kampioenenvisie. En leven podcast. Eerste de beste. Kees Kortman bedankt. Ilke van Santen bedankt. Nelderik bedankt. En vrijdag zitten we er klaar voor mensen, voor het schakelprogrammaatje. Leven de keukenkampioen divisie.